Dan zou ik zeggen, bouw je eigen bruggetje naar het slot. Oké. Okay. Tot slecht. Ik weet het. Ik wil sterven. Oh, ik ook. Onze Valentijn is aan de slag gegaan met Skyrim Special Edition, de remake of remaster, of hoe je het ook wil noemen, van Skyrim, The Elder Scrolls 5. En natuurlijk de belangrijkste vraag, de vraag waarop heel Nederland antwoord wil: wat krijg je voor je geld? Precies. Nee, dat is heel belangrijk. Ja, eigenlijk wat je net zei, een remake, dat is het niet. Remaster is het wel. Want je krijgt in eerste instantie nog steeds eigenlijk de vette game die je 5 jaar geleden ook kreeg. Dat gigantische epische avontuur waar je echt makkelijk honderden uren. Net sommige mensen echt na 5 jaar nog steeds die game wil spelen. Jij waarschijnlijk nog steeds. Dagelijks. Maar nee, dat krijg je in ieder geval wel. Maar anderzijds is het natuurlijk wel, je merkt dat het echt een verouderde game geworden is. Oké, en waaraan merk je dat dan? De stap die eigenlijk gezet is van de vorige game naar deze of naar deze remaster is eigenlijk vooral, in eerste instantie zie je het aan de graphics. Dan zie je natuurlijk wel dat het wel iets mooier is geworden. De verlichting is wel mooier. Ze hebben op zich wel hun best gedaan. En het draait ook wel gewoon stabiel. Alleen ja, je merkt nog wel echt, toen ik hem opstartte, merkte ik echt een beetje aan de gezichten van de personages, weet je wel, het is toch allemaal. Ja, je merkt in één keer toch dat die jaren zijn gaan tellen. Ik denk lullig als je een specifiek gezicht hebt, maar. Het is ook wel een heel groot spel om helemaal te moeten remasteren. Dus samenvattend zijn vooral de schaduwen, de lichtval, het water. Ja, dat is echt wel mooier geworden. Ook echt, als je door bossen nu et cetera gaat, heb je soms dat maanlicht wat dan zo op je komt. Dat is wel echt heel vet nu. Alleen als je dan echt naar binnen gaat in een dungeon of in een huis, dan zie je wel echt een contrast ineens. Dat is jammer. Okay, dat is best wel een ding. Daar hadden ze meer tijd aan mogen besteden. Mm-hmm. Dan ook een belangrijk onderdeel wat Bethesda de afgelopen tijd heeft gelanceerd bij Fallout 4 zijn de mods. Ja, dat is in één keer toegevoegd. Dat is eigenlijk best wel tof, want heel veel mensen hebben natuurlijk alleen op de console Skyrim gespeeld. Nu ineens hebben ze extra content. Je hebt alleen al één zo'n uitbreiding die echt al gigantisch groot wordt, echt een heel eiland toevoegt. Heb je één zo'n mod bijvoorbeeld die je kunt scoren. Dus dat is al bijvoorbeeld echt gigantisch, dat kun je erbij hebben. Dragonborn. Nee, Dragonborn is een DLC. Je hebt volgens mij je ervaren nog wat of zo. Heb je een eiland? Maar dat is de DLC waar het eiland bij komt. Oké. Maar het is toch gewoon los? Is er iemand gemaakt? Dus dat is gewoon een mod is dat? Dat is niet door iemand is dat... Het is niet officieel van Bethesda. Het is door een fan die heeft echt een gigantisch eiland heeft hij gemaakt. Of een paar samen. Mm-hmm. Maar dat alleen nog gooit gigantisch veel gameplay erbij. Nou, er moet wel een beetje een kanttekening bij geplaatst worden. Want als je natuurlijk op PC de game gespeeld, dan ja, wat voegen die mods eigenlijk dan toe? Daarbij moet je wel zeggen dat nu eigenlijk de game is wel qua level is wel iets omhoog gegaan. Dus als je nu nieuwe mods maakt, dan kun je die wel weer beter maken. Mm-hmm. Dus de core game is wel beter. Dus nieuwe mods kunnen denk ik wel wat mooier worden. Want je had natuurlijk vroeger al de games die de graphics die je nu hebt, die kon je vroeger al met die mods, de PC kon je eigenlijk zo mooi krijgen. En als je nu nieuwe mods gaat maken, kun je het weer nog mooier krijgen. Dus kan dat, ja, het is een beetje semi-semi. Het vergt nou minder kracht, zeg maar, de mods. Ja, exact. Dan voor de console is het eigenlijk een beetje lichter aan welke kant je staat. Als je een PlayStation 4 hebt, dan valt het eigenlijk best hard tegen wat je krijgt. Sony is daar niet zo aardig in geweest, die hebben echt... die maken het maar mogelijk om heel beperkt eigenlijk mods te downloaden. En je mag maar een bepaalde soorten mag je downloaden en je mag maar zoveel gigabyte mag je hebben. Wat echt ontzettend weinig is. Maar Xbox One daarentegen veel vrijer is en eigenlijk daarom wel de betere special edition heeft helaas. Ja, ik had gelezen inderdaad dat Xbox One 2 keer zoveel mods bevat als de PlayStation 4 versie. Dus dat is in ieder geval fijn voor degenen die een Xbox One hebben en zuur voor degenen die op de PlayStation spelen. Oké, vader, als je het gehele verhaal zou moeten samenvatten? Nou, enerzijds is het natuurlijk nog steeds, Skyrim blijft echt een geweldige game. Echt, er is een reet die game 5 jaar geleden echt door iedereen echt bejubeld werd. Daarbij heb je niet alleen die game, je krijgt ook alle DLC in één keer erbij. Dus je hebt echt in één keer een heel compleet pakket met deze Special Edition. En tel erop dat je mods hebt. Eigenlijk heb je in principe, als je de game niet gespeeld hebt, dan is het echt je kans om wel die stap te zetten. Het blijft gewoon echt een geweldige game. Alleen als jij al de game hebt gespeeld, dan voegt het eigenlijk weinig toe.
Daarbij moet ook nog gezegd worden dat je toch wel een beetje merkt dat de game wat ouder is geworden als je dan bijvoorbeeld een Witcher 3 ernaast zet. Mm-hmm. Dat is goed. Ik heb hem zelf ook een 7,5 daarom gegeven. Dus als je hem niet gespeeld hebt, doe het alsjeblieft, ga het doen. En zo niet, dan, ja, dan moet je kijken of het voor jou het waard is om weer die stap te zetten. Ja. En dat is natuurlijk een hele leuke herinnering van, oh ja, Skyrim hadden we ook nog. Dan kun je het gewoon opnieuw gaan spelen. Dus ik zou zeggen, zeker doen. En check ook de geschreven review op gamerset.nl als je wilt. Daar, dat is uitgebreid. En waarom dat niet doen, dat is zielig voor Alduin. Ik vind dat stiekem wel lekker, weet je wel. Yeah.